Hans, actiever met die armen, actiever. Ja, lachen met die hap. Fake or real, doesn't matter. Of het nou de Marathon van Amsterdam is of de Wassenaarse zwemloop, sportevenementen worden door mijn generatie ook gebruikt om jezelf te presenteren. Maar waarom juist met sport? Ik denk dat er twee belangrijke verklaringen voor zijn. Eén is dat een evenement een hele makkelijke manier is om jezelf te laten zien voor wat voor waarde en identiteit jij staat. Voor sportevenementen heb je doorzettingsvermogen nodig, heb je veel inzet nodig en dat straalt dan ook af aan jou. Bovendien speelt daarbij mee, denk ik, dat het een apolitieke manier is om jezelf te uiten. Dus ik denk dat dat zeker na corona met bijvoorbeeld lange vliegvakanties wel wat anders is geworden. Maar dat mensen met sport een toevluchtsoord hebben om zich te laten zien wie ze zijn, zonder dat daar meteen politieke kanten aan zitten. Waar eerdere generaties graag pronkten met een dure auto of horloge, doet de mijne dat dus met sport. Waarom is het dan dat juist mijn generatie dit heel graag wil doen? Ik denk dat hun identiteit daarmee nauw samenhangt en dat ze daarmee heel graag laten zien aan hun volgers waar ze toe in staat zijn. Mm-hmm. En ik denk wat het mooie is aan sport is ook dat als je er veel in stopt, dat je daar ook heel zichtbaar maakt wat het is. Dus als jij een foto maakt bijvoorbeeld van een mooi gerecht dat jij hebt gekookt, ja, dan kan het ook zijn dat je dat in een restaurant hebt gedaan en dat het niet per se op jou afstraalt. Maar doordat jij inzet hebt getoond, die voorbereiding hebt moeten doen om een bepaalde prestatie neer te zetten. Ik denk dat dat heel fijn is voor de generatie om dat zo tastbaar te hebben. Ook een beetje erkenning. Een stukje dus. Erkenning, ja. En een stukje meritocratie in de zin van ik word afgerekend of ik word beloond voor het feit wat we neerzetten. Wij willen dus graag laten zien dat we sportief bezig zijn. Maar hoe zit dat met de generatie Gen Z? De generatie die na ons komt, heeft die dat ook? Enerzijds wel. Ze zijn wel heel erg bezig met mentale gezondheid. Dus ik denk dat die trend ook nog wel een tijdje doorgaat. Mm-hmm. Ik denk wel dat ze de balans ook wel beter weten te zoeken tussen wat zegt deze prestatie nou over mijzelf en wat doe ik eigenlijk voor anderen. En dat ze daar ook scherper op zijn en ook wel vaak beslissen om bepaalde dingen niet te doen. Oké, Joost, pauze. 4-11, 4-12. Lina, nog iets meer rechtop. Anna, perfect. Aart, heel goed. Jelle, perfect. Hans, vindbaar, perfect. Maarten, uitstekend. Talita, Jeroen, heel goed. Excellent. Ja, dat is toch best wel een grote groep die je hier hebt. Ja, als je het goed organiseert, moet het kunnen. Ja. Jij zag sinds vorig jaar een enorme toename aan deelnemers. Ja, vorig jaar was echt een enorme groei, wat ik nooit eerder heb gehad. Ik heb vaak een paar procent groei per jaar. Ja. En dat elk jaar wel, behalve tijdens de coronacrisis. En vorig jaar opeens 10% erbij. Dus dat is heel goed. Ja, waar ligt dat aan, denk je? Hardlopen is een mega populaire sport, omdat het en heel gezond is. En daarnaast is het een sport die heel makkelijk kan. Ja. Mensen zijn heel erg druk met geld verdienen, met werken. Hier in Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland. En bij veel geld verdienen wordt betekent weinig tijd. Met andere woorden, je zoekt een sport die makkelijk is. Ja, ja. Die je snel kan doen. Je moet snel door, hè? Ja. Moet weer door.